Goedemorgen. Het is vroeg. Het is 4:30. Maar we zijn in Eindhoven. Oké, we zijn al door de security heen en we gaan nu op naar Bologna. Bij de nooduitgang. Dus ik zit even alleen en Jeroen zit daar. We zitten even gescheiden. Zo fijn. Lekker genoeg. We zijn in Bologna. En we zitten even aan de koffie. En dan gaan we zo met de trein verder naar Ravenna. En de zon schijnt. Oh, zo lekker al. Het is nu 9:45. Op naar de trein naar Ravenna. Heel makkelijk uit kan lopen. Waarom hebben wij dat niet? Ja. Small room, want het is prima. Bed, televisie, douchepulletjes en de badkamer. Een groene badkamer. Met een douche en de wc. Ook voor je billen. De ontbijtruimte. We hebben even lekker een dutje gedaan in het hotel. Want ja, vanochtend was het 2:15. En nu heb ik lekker gedoucht en nu lopen we naar het oude centrum van Ravenna. Tuurlijk moet je ijs eten. Goedemorgen Ravenna. Dag 2 in Ravenna. We gaan eerst lekker ontbijten en dan gaan we de stad in. Lekker slapen. Komt denk ik ook wel door de lekkere wijn van gisteren. Maar, en dat we heel erg moe waren natuurlijk, maar het is een prima bed en een lekkere douche. Dus we kunnen de dag weer tegemoet. De ontbijtruimte heb ik gisteren al gefilmd, toen zaten er nog geen mensen. Maar ik ben benieuwd wat het buffet ons brengt. Granaatappels aan de bomen. Heb ik nog nooit gezien, nee. Hoe leuk is dat? Gewoon bij het hotel is dit. Oh, deze is helemaal opengebarsten. Dat is een hartstikke rijp. Er zit een hele rijpe tussen. Echt leuk. Dat kan nooit doen, granaatappel. Dit is ons hotel aan de buitenkant. In de boom. Hele oude druif. Voor de rest een heel idyllisch oud doorgangetje. Ja.
gaan naar de tombe van Dante. Beseffen dat dit allemaal gewoon blokjes zijn. En van al die blokjes maken ze figuren. Soms kom je gewoon in een soort Italiaanse film terecht. Dan zit je hier te eten en dan een hele afscheid van een familie. Echt grappig om te zien. Jeroen is even betalen, dus ik weet niet of hij nog terugkomt. Maar leuk. Ik hou van het Italiaanse leven. Dit straatje hebben we net gegeten. En nu gaan we weer naar deze kerk. Even kijken, er is iets met onder water. En daar gaan we eens even kijken, want straks was er een dienst. Toen konden we die niet binnen. Nu misschien wel. Deze is eigenlijk de laatste die we zien, maar echt wel heel bijzonder. Met al die bogen en dan het plafond. Allerlei steentjes om zelf mozaïek te maken. Geweldig. Je kan ze ook kopen. Echt, wat is het een mooie stad. Mocht je een keertje in de gelegenheid zijn, ga er naartoe. Zoveel mooie dingen gezien vandaag. En nog lang niet uitgekeken. Het is echt, staat ook op de wereldlijst van UNESCO. Dus ja, het is gewoon heel bijzonder. Op dit mooie pleintje zitten wij nu te eten vanavond. Dit is het. Goedemorgen, weer een nieuwe morgen. We hebben net een soort fotoshoot hier in het hotel gemaakt met trui Nicole. En nu gaan we uitchecken en dan gaan we naar de trein. Want we rijden vandaag door naar Ferrara. Op weg naar het station. Het station wordt verbouwd. We zijn lekker vroeg, dus we kunnen op ons gemakkie het perron zoeken. Di treni naar Ferrara. We zijn er iets verder van het station dan bij Ravenna, maar we zijn bij het hotel. De kamer.
En de badkamer. En die douche. En een feuntje. Oh, kijk hier, dat is dit ook weer. Grappig, hè? De ontbijtruimte. Overal hangt wel mooie kunst. We gaan. Let's go. We lopen zo tegen het paleis aan. Ferrara heeft toch weer een hele andere uitstraling dan Ravenna. Iets meer paleizen. Een mooie kathedraal, helaas met de aardbeving behoorlijk verwoest, maar dat zijn ze helemaal aan het renoveren. Maar wel mooi, ziet er wel heel gaaf uit. Ik weet ook niet of je naar binnen kan, maar we zijn het ook maar net aan het ontdekken. De kathedraal wordt dus echt helemaal gerestaureerd. De nacht er dus wel in. Maar echt heel veel zien kan je niet. Echt heel veel, alles is er ingepakt. Maar goed, het is wel een imposant gebouw. Een wolwinkel met lang yarns. Dit is de Cloud Tweed. Eerste echte fatsoenlijke wolwinkel die we zien in Italië, maar wel met lang yarns. Dit voelt een beetje alsof je in de Fata Morgana loopt van de Efteling. Smalle straatjes, oud, geluiden, veel fietsen, dat wel. Dat heb je dan weer bij de Efteling niet. Dan heb je weer zo'n tussenstraatje. Echt wel heel anders, maar wel heel leuk weer om te zien. Ik hou ervan. Kijk, weer zo'n straatje. Ik heb een nieuw tasje. Kijk, ik vond het niet zo handig dat ik een hele grote tas bij me had. Dus nu heb ik een kleine tasje gevolgd. In mooi groen. Een heel lief plekje om je biertje te drinken. Het is echt net of je in een soort openluchtmuseum loopt. Echt elk pleintje wat je weer opgaat of het straatje wat je inloopt, dan denk je wow, wat is mooi. Maar kijk hoe mooi dat is. Zo'n boog en dan omhoog en die kleuren, bijzonder. Lekker eten. Ja. Specialiteit uit Ferrara met zwarte knoflook. En jij hebt de ragu met tagliatelle. En een wijngataartje toe. En bijna een fles wijn achter ons kiezen. Hij is bijna op. Jammer hoor. Maar heel lekker. De wijn. We hebben echt zo lekker gegeten vanavond. Echt, ik kwam het per ongeluk tegen via Google. Want op TripAdvisor hebben ze nog geen account. Maar echt Localino. Echt een goede tip als je in Ferrara bent. Dan moet je gegeten. Zo grappig, kom je iets van een televisieserie tegen of zo die ze aan het opnemen zijn in het park. Je waakt wat mee hier. Het is een heel mooi park, hele mooie bomen, aparte bomen. Kom in al! Lopen op de oude stadsmuur. Dan kijk je best wel een beetje zo naar Ferrara. Maar de hele stad is om
muurte eigenlijk. En dan kan je zo over die muur heen lopen. Echt een hele oude muur. Ik heb ze gekocht. Ik zag ze toen gisteren in de winkel hangen, in de etalage. En nu ben ik er vandaag, liepen we er weer voorbij. En nu heb ik ze meegenomen. De laatste echte dag in Ferrara. En we gaan het kasteel bezoeken. Gisteren was die dicht, vandaag is die open, dus we kunnen er nu naar de Palazzo dei Diamanti, waar ook heel veel oude kunst te zien is. Echt van heel lang geleden. Net op tijd binnen. Station. We gaan weer op weg naar Bologna. Vandaag weer naar huis. Nog even van het Italiaanse zonnetje genieten. Even anders dan de Matroni Express doet het niet. Dus we zitten nu in de bus naar het veld. Het is een beetje vol. We zijn er een hele lange reis weer thuis in Tole. Daar ben ik weer, fris en fruitig. Heerlijk geslapen vannacht weer in ons eigen bedje. Er gaat eigenlijk niks boven je eigen bed. Hè. Dat besef je altijd maar weer als je terugkomt van vakantie, vind ik. We hadden eigenlijk best wel goede bedden hoor in het hotel. Maar toch in zo'n hotel hoor ik weer van alles. En bij het laatste hotel zaten we aan een straat waar je ook weer van allerlei geluiden hoorde. Italianen zijn natuurlijk een beetje luidruchtig en oh, madre mia. En er werd een verjaardag gevierd eergisteren nog om 12 uur. Dus toen sliepen we net, waren we weer klaar wakker. Maar wat ik je wil laten zien. Oh, dat ligt niet hier. Dat ga ik even boven pakken. Ik hou het nog even spannend. Het is een heel leuke verrassing. We kregen deze van Jens en elke vrijdag. Dus eigenlijk net voordat we op vakantie gingen. Want er komt een klein ottertje aan. Zo schattig. Ze is vandaag 10 weken. Het gaat gelukkig allemaal nog goed. Ondanks de moeheid, misselijkheid. Maar die weten het nu alvast. Nou ja goed, nu nog niet. Maar het is nog niet bekendgemaakt. Ze willen het echt wel tot 12 weken even voor zich houden. Dan hebben ze weer een echo en daarna mag het bekend worden dat er een klein ottertje aankomt. Ik denk een jochie. Elke eigenlijk ook. Die noemt hem Freek. Maakt helemaal niet uit als het maar gewoon een gezond kindje wordt. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik heb het gevoel dat het een jochie is. En ja, Elke dus ook. Dus we gaan het zien. Maar ik ben er wel super blij mee. Dus ik kan nu helemaal losgaan met allerlei babyspulletjes. Dus ik zit opeens te schakelen naar allerlei babydingetjes. We hebben eerst gewoon een heerlijke vakantie gevierd. Dus ik heb er nog niet zo heel over verdiept. Maar ik ga natuurlijk wel allerlei dingetjes maken. Voor Freek. Of Frederik. En ik krijg net weer een heel mooi pakje binnen. Ik ben zo benieuwd. Er zit een nieuwe jurk in van de Pink Ribbon collectie. En die zag ik. En toen dacht ik van wow, die is echt wel heel gaaf. En een cohort set. Een pak in het roze. Dus ik ga het gauw even passen. Echt zo leuk deze jurk. Hij is lekker lang. Ik laat hem ook nog even zo zien. Ik heb hem ook zo gefilmd. Dan kan je hem beter zien. Hij is lekker lang. En de laarsjes van zus staan er ook super leuk bij. Kijk maar. Deze jurk komt dus uit de Pink Ribbon collectie. Waar Fien Vermeulen boegbeeld van is. Ja, ik vind het echt een geweldige jurk. Hij is €50. Heel mooi gevoerd. Dus er zit een keurige Pink Ribbon voering in. Dus ja, het is echt een super fijne jurk. Zit lekker. Je hebt lekker hier een pof bij je mouwen. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Ik heb ook nog een heel leuk andere pak. Het is een cohort set. Ook echt een hele mooie stof. Die je ook super kan combineren met zwart. En
En zo, zelfs mijn trui Enya past er heel leuk bij. Witte laarsjes eronder, een zwart shirtje erbij. En je hebt echt een superleuke set. En het is ook echt heel fijn, want het is echt wel stretchy spul weer. Ook van broek zit heel fijn. Dus ja, jongens, echt, ik ben weer helemaal blij met Nora. Zo, na de vakantie ga ik nu echt mijn kast helemaal opruimen. Ik ga alle zomerspullen eruit halen. Ik heb al wel wat geselecteerd, want het was voordat we op vakantie gingen nog even dat ik dacht, ik haal het er niet helemaal uit. Want ja, in Italië was het super lekker weer, 25 graden. Dus daar heb ik echt nog in korte broeken en zo rondgelopen. Maar nu, denk ik, nu is het over, oktober. Nu moet echt de herfstkast. Dit ziet er alweer gelijk een stuk opgeruimder uit. Mijn krukje is ook leeg. En daar heb ik zelfs nog bijna een plank over. Dus helemaal blij. Ik kan weer goed kleren uitzoeken. Vind altijd al in zo'n volle kast, vind ik het altijd een beetje rommelig. En dan op een gegeven moment pak je gewoon elke keer maar weer hetzelfde. Omdat je dat net gewassen hebt en omdat dat bovenop ligt. En nu heb je wat meer overzicht van wat je weer allemaal hebt en wat je weer allemaal kan dragen. Zoals beloofd ga ik ook nog even het boek van Mr. Che laten zien. Heel Holland Haakt. En hij heeft echt een heel mooi boek gemaakt met 25 patronen die echt wel over Nederland gaan. Vorig boek ging een beetje over zijn eigen roots. Dat heette Back to My Roots. En dit is meer dus zijn ideeën van Holland. En er staan echt hele leuke dingen in. Ik ga het je gewoon even mee laten kijken. Bijvoorbeeld een hele mooie Delftsblauwe deken. Wat ik ook heel leuk vond zijn de mutsjes. Een Feyenoord muts. Misschien ga ik die ook nog wel voor Jens en voor Jeroen maken. De Rotterdammer muts. Maar je hebt ook een Friese muts. Wat ik ook heel leuk vond was het kussend paardje. Ook echt een heel grappig patroon. En deze is ook echt heel mooi. Het melkmeisje. Echt heel bijzonder hoe die dat gemaakt heeft. En het meisje met de parel kan je ook als kussen maken. Ook heel mooi. Al met al vind ik het echt een heel goed boek. Dus Mr. Che, je hebt weer een heel mooi boek afgeleverd. Mr. Che, goed gedaan. Dit is trouwens het enige resultaat wat ik afgelopen week gehaakt heb. En ik ga het ook nog uithalen ook, want het is veel te grof. Ik heb het met haaknaald 4 gedaan. Ik zag pas later dat het een 4 was. Ik dacht dat het een 3 was. Dus ik had niet de goede haaknaald bij me. Ik neem altijd een beetje de goedkopere versies mee. Want ik denk, ja, je moet toch door de security. En dan halen ze straks mijn haaknaald eruit. En dan ben ik hem kwijt. Dus ik neem altijd een wat goedkopere haaknaald mee. Maar ik dacht dus dat het de 3 was. Maar het was de 4. En dan wordt het toch een beetje te grof. Wat was ik van plan? Ik wil een soort muziekdoosje maken voor de baby. Dus ik dacht, dan maak ik een soort leeuwtje. En dan helemaal rond. En dan met allemaal manen. En daar het doosje in. Maar ik ga het nu dus uithalen. Vannacht ook mijn boek uitgelezen. Italië voor altijd van Nikki Pellegrino. Ik dacht, we gaan naar Italië. Ik moet ook wel een lekker boek voor in Italië hebben. Het is een heerlijk leesboek. Niet te ingewikkeld. Het gaat over twee vrouwen die van alles beleven. Dus ik heb lekker vannacht uitgelezen. En dan kan ik weer verder met het weesmeisje. Nog steeds bloemen uit eigen tuin. Vandaag even verder met trui Nicole, dan in deze kleuren. Ik heb even foto's genomen voor Instagram en Facebook. Ja, ik vind het wel heel erg gaaf worden met al deze kleurtjes. Tuurlijk, het is veel, je hebt veel bollen nodig. Maar deze, de restjes ga ik ook weer gebruiken voor een sjaal. Een soort mix en match, maar dan anders. Het is een soort nieuwe versie daarvan. Dus dat je dan wel gewoon alle bollen koopt, maar dat je dan en een trui ervan kan maken en een hele gave sjaal erbij. Goedemorgen! Mijn 2 werkdagen zitten er weer op en ik ga even aan de slag voor het blog van Marnina. En ik ga een heel leuk vestje maken. Is tegenwoordig wel even helemaal in van die vestjes eroverheen. En ik dacht, dat is een teddy vestje met joggingstof in het midden. Hele mooie stof van Polytex. Dus ik ga hem nu eerst even uittekenen. Het staat in de knip nummer 10. Dus de oktoberknip. Staat dit patroon. Het is ook oktober, hè? Het is nummer 17. Ik moet hem even opzoeken. 17, 17, 17. Kijken welke bladen ik moet hebben. Patroonblad D. Dit is C. En hier staat hij op de achterkant. 3 en 4. Hier zie ik een 3. L.
Yes, dit is nummer 3. Het patroon ligt op de stof. Ik ga het even knippen. De voering is ook geknipt, dus ik heb nu allebei de delen. Dus ik kan nu achter de naaimachine. Zometeen komen de troelas op de koffie. Ik heb ze even na de vakantie nog niet gezien. En ik ga het nieuws vertellen, dus dat wij weer opa en oma worden. En het leuke is, zij worden ook allebei oma. Dus we zijn nu met z'n drieën de oma's. De oma-troelas, denk ik eigenlijk. Dus ja, ik sluit als laatste aan, maar het is wel bijzonder. Dus ik ben benieuwd hoe ze reageren. Vanmiddag ga ik naar Arnhem-Muiden, naar de wolwinkel. Heel erg, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik moet vanavond, eigenlijk om 4:30 moet ik in de Middelburg zijn. Dus ik dacht, ik kom toch langs Arnhem-Muiden. Dan rijd ik daar eventjes langs. Dan ga ik eens even kijken, even kennis maken. Even de winkel bezoeken. Ook leuk voor de vlog, kunnen jullie ook gelijk meekijken. En daarna heb ik dus een soort introductie van de stichting waar ik nu werk. En morgen een studiedag, dus nog eventjes druk met school. En ik heb even mijn oorbellen ingedaan, want ik dacht het is een beetje kaal toen ik me net zag. Maar daar komen ze, dus ik ga gauw de deur open doen. Hij is af! Het enige wat ik dus nog even moet doen, is even mijn label erop naaien en dan is die echt af. Ik neem hem gelijk even mee naar Arnhem-Muiden. Kan ik hem even laten zien. En ik heb er vaak over gezongen. De klok van Arnhem-Muiden. Daar staat hij op de markt. En volgens mij moet ik nu daarheen voor de winkel. Jafari heet hij. Ik zie al wel de bus ervan staan. Nu nog even de winkel zoeken. Daar zie je hem. Even een lekker bakje thee hier in de winkel. Maar Jeanette is heel druk, want het is best druk in de winkel. Door aan één kant. En dan ga je altijd de stopjes aan de voorkant hebben. De vraag is of je dat wel goed ziet. Wat zij wel heeft gedaan. Even je bloemetjes. Het is herfstvakantie. En de regen komt met bak uit de hemel. Maar goed, vandaag hebben we studiedag gehad. En nu is het echt vakantie. En ja, heb ik alweer een beetje vrij. Dat voelt wel een beetje luxe. Jeroen heeft lekker gekookt, dus ik ga gauw naar binnen. En ik ga vakantie vieren. Joggingpakje aan, wijntje erbij. Lekker. Is het wat? Ik denk het wel. Wat ben ik aan het doen? Ik ben een nieuwe Bayernpop rok aan het maken. Vrienden van mij vroegen of ik dat kon doen. Dus die hebben een beetje versleten stofje, nieuwe stof gekocht. Dus dan ga ik de pop opnieuw bekleden. De koffer staat weer ingepakt. Morgen vertrekken we naar Vlieland. Vandaag allerlei klusjes gedaan. Ik heb de Bayernpoppen van vrienden van ons opnieuw bekleed. Dat is eigenlijk wel heel goed gelukt. Dus ze staan er nu weer heel mooi bij. Het is een erfstuk. En ja, de rokjes waren zo verweerd en vergaan. En ze hadden zelf nieuwe stof gekocht. Dus ik heb de rokken eraf gehaald en opnieuw geknipt en genaaid. En nu staan ze weer heel mooi in de woonkamer. Kijk maar. Dus ja, daar heb ik iemand weer heel blij mee gemaakt. Kan ik eigenlijk weer gelijk een blog over van Bernina over schrijven. Vind ik wel leuk. Zo kom je af en toe opeens op nieuwe blogs die er eigenlijk dan helemaal niet bij horen. Maar ja, die je dan wel kan gebruiken. En nu de koffer ingeruimd. Ik neem een nieuwe trui mee. Want ja, het wordt niet zo heel lekker weer. Maar als het maar droog is, want dat maakt me niet zo uit. Het is herfst en je kan niet meer verwachten dat het 20 graden is. Dus ja, ik ga nu lekker douchen. Niet te laat naar bed. Jens vliegt vandaag weer naar Nederland. Die is een weekje in Marbella geweest. Dus Elke zal weer blij zijn als die terug is. Die gaat hem vannacht ophalen op Schiphol. En ja, dan hebben ze volgende week de echo en dan de bekendmaking bij broers en zussen. Dus ik zal blij zijn als iedereen het weet en dat we het van de dagen mogen schreeuwen dat we opa en oma worden. Dus ja, dat vind ik wel heel bijzonder weer. We zijn bij de boot. Dus nog even een koffie en dan kunnen we zo meteen naar Vlieland varen. Ja.
we zitten op de boot. Even wachten tot die afvaart. Even lang vliegen. Hoe lang vliegen? Hoe lang varen? Vliegen niet zo lang hoor. Anderhalf uur? Ja. Anderhalf uur. In de auto en op de boot begonnen met een babytruitje. Echt wel een hele leuke steek voor een babytruitje. En ik haak het met cashmerino van Langjans. Dat is voor baby's en more. Dat is wol en cashmere en acryl. Ja, en ik vind het wel een hele leuke kleur. Het is kan voor allebei, een jongen en een meisje. Net heerlijk gedoucht. Jeroen staat nu onder de douche. En we gaan zo eten bij Zuiver. Jeroen heeft gereserveerd. Het is... een bijzonder restaurant, want ik zei het hier tegen de gastvrouw en die zei, oeh, dat is het beste restaurant van Vlieland. Dus ja, het is een 5-gangen menu, je kan er een wijnarrangement bij doen. Dat gaan we lekker doen, dus we gaan genieten. Wat een leuke B&B, echt, ja, ik vind het heel sfeervol, zo kamer-app hebben we bij B&B de getijden. Dus ja, zit je waar we morgen kunnen ontbijten, want ontbijt wordt hier gewoon bij de deur neergezet. En dan kan je op je gemak jezelf ontbijten. Of je niet naar een ruimte of zo. Vind ik eigenlijk ook wel fijn. Kan je gewoon op je gemak doen. Dus het worden gewoon een beetje bijkomdagen. Het ziet er wel heel spannend uit. Nou hoor. Broodjes. We hebben de fietsen. Dus we gaan even lekker het eiland rond. En even kijken wat leuk is, wat niet leuk is. Ik heb mijn nieuwe trui aan. Dus ik ga ook nog even een paar mooie foto's van de trui maken. En ja, gewoon een lekker dagje. Het was een heerlijk ontbijt. Ik kreeg een heel mooi mandje voor de deur. Er zat alles in. Ja, ideaal. Wat een goed idee om al mijn oude dompjes hier van de zee op het strand heb gehaald. Er is een kunstwerk van gemaakt. Oh jongens, je kan hier als nooit genoeg van krijgen. Ik hou zo van het strand en de zee. Zo knap. We zijn gewoon aan het zwemmen. Ook op mijn winterjas. Ja nee, ik ga nu echt niet zwemmen. Misschien even met mijn voeten in het water, maar geen zwemmen. De Vlieland Express, daar gaan wij morgen mee. Dus we zien hem nu alvast rijden. Buiten koffie kunnen drinken met appeltaart.
net weer lekker ontbeten. Ik zie er nog niet uit. Ik ga nog even lekker douchen. Ik wil even laten zien dat ik zo blij ben met mijn sokken. Op vakantie kan je natuurlijk niet echt je sloffen meenemen. Dus ik heb deze sokken die ik zelf heb gehaakt meegenomen. En die draag ik nu echt elke keer hier. Want het is best een beetje koud aan de vloer. Maar met die sokken. Patroon van Suus trouwens. Die is er hard mee bezig. Zit het wel heel lekker. Lekker warm aan mijn voetjes. Wat een cadeautje dit. Echt, we treffen het zo met het weer. We zijn even alle trappen opgeklommen naar de kleine kabouter. Het kleine vuurtorentje van Vlieland. En zo meteen gaan we met de Vliehorse Express mee. Gisteren zagen we hem al rijden op het strand. Zo'n rupsbanden maken echt hele leuke sporen. Niet zo groot, maar hij staat hoog. Dus vandaar dat ze hem niet zo heel groot hoefden te maken. De heer van de Vlieghuis Express heeft op dit moment een radioverbinding. Nou. In het geval van de sigaretten was dat dan wel weer even iets anders, want er waren twee containers helemaal vol. En dat had natuurlijk alles met BTW uit. Daar is de vuurtoren van Texel. We staan nu op het puntje van Vlieland. Deze plek onthouden. Leef met ritme. Lekker hier jongens, echt, we treffen het zo met het weer. Wat dat betreft zijn we echt de bovenkant. Er was een vraag waar ik mijn haar altijd mee kleur. En dat doe ik met de L'Oreal 1010, de White Chocolate. Ik koop hem vaak als die in de aanbieding is, bijvoorbeeld bij de Kruidvat. Twee halen, één betalen. Of soms heb je van die... veel aanbiedingen. Dan koop ik er 6 of 7 of zo. En dan worden ze goedkoper. Ik wilde eigenlijk mijn haar al voor Vlieland kleuren. Maar dat is niet gelukt. Dus ik ga het gewoon nu doen in de B&B. En dat is gewoon prima. Kan onder de douche. Smeer ik het eerst in. Even in laten trekken. Uitspoelen. En dan is mijn haar weer geverfd. Trouwens heerlijk gegeten vanavond. Was echt weer heel lekker. Bij de Richel. We hebben nu al zuiver gehad. Gisteren de herberg van Vlieland. Vandaag de Richel. En morgen gaan we bij het badhuis eten, dus de strandtent. Dus ja, allemaal heerlijke, lekkere dingen. Ik denk dat ik 16 kilo zwaarder thuis kom. Maar ja, we hebben het wel lekker gehad. Behoorlijk wind vandaag. Blij ben met deze jas van Nora. Lekker warm. Hij zit op het puntje en de boot komt hier zo langs. De boot die we eerst zouden nemen, maar die hebben we niet genomen. We blijven nog iets langer op het eiland, zodat het misschien wat rustiger is als we naar huis rijden. Freek. Het huis van dominee Freek.
We zijn weer thuis in Tholen. We hebben zulke heerlijke dagen gehad in Vlieland. En echt een cadeautje. Want toen we eerst keken was het allemaal op de dagen dat we er zouden zijn allemaal regen. Maar we hebben eigenlijk gewoon allemaal droog gehad. Maandag een paar spetters. Maar toen werd het eigenlijk de rest van de dag droog. Konden we heerlijk fietsen. Dinsdag was met zon en droog. Woensdag was ook eigenlijk wel heel erg wind. Dat wel. Geen zon. Maar wel droog. En donderdag, toen ging het een beetje in de middag regenen. Maar eigenlijk ook niet echt heel erg zoals nu. Dat je gewoon eigenlijk niks meer kan doen. Dus we hebben gewoon heerlijk het hele eiland rond kunnen fietsen. Ja, het eiland is natuurlijk niet zo heel groot. Je hebt alleen het dorp Oost-Vlieland. En dan een heel stuk natuurgebied. En dan fiets je naar het posthuis. En zelfs nog verder naar de Vlierhorst. Daar zijn we ook nog geweest. Niet alleen met de Vlierhorst Express, maar ook gewoon met de fiets. Dus posthuis is eigenlijk het laatste waar je nog wat kan drinken. En voor de rest is het gewoon een heel stil, rustig eiland. Je hoort eigenlijk, er zijn ook bijna geen auto's. Dat is gewoon heel fijn. Dus het is echt heel stil. Dat is gewoon heel fijn. We hebben ze nu allemaal gehad, alle waddeneilanden. En eigenlijk ben ik wel tot de conclusie gekomen dat ik Ameland denk ik wel op nummer 1 vind staan. Samen met Terschelling. Texel vind ik weer net te groot voor een eiland. Dat heeft minder eilandgevoel. Schiermonnikoog is eigenlijk ook een beetje te klein. Ook wel heel mooi hoor. En Vlieland ook. Ik zou er echt nog wel allemaal wel een keertje terug gaan. Maar Ameland heeft dan toch nog wel echt die dorpjes. En toch wel ook echt een eilandgevoel. Dus dat staat wel bij mij op nummer 1, denk ik. Maar we hebben het heerlijk gehad. Nu zit ik mijn blog voor Menina te schrijven. Ik denk, dan heb ik die ook maar af. Dus, en vandaag is Anton, onze schoonzoon, jarig. Dus we gaan straks even koffie drinken om zijn verjaardag te vieren. Laatste keer op de camping. De campcaravan leegruimen. Goed, het voelt een beetje... Goed, het voelt goed. We sluiten een mooie periode af. Maar... op naar nieuwe avonturen. Opgeruimd. Staat netjes. Net wel een rijspan ofzo. Ja, we hadden een rijspan. Nooit gebruikt. Vakantiedag nog even genieten, ook thuis, van honing klaverkaas, uitgekocht in de kaasbunker in Vlieland, en de cranberry compot, gemaakt met Vlielandse cranberries. Goedemorgen, kijk eens hoe mooi. Herfstvakantie zit erop, op naar mijn werk, maar ik moest even stoppen voor de mooie lucht. Werkdagen zitten weer erop en ik ben nu bij de kapper. Lekker, gisteren waren we gewoon lekker een beetje een rommeldagje. Kinderen kwamen ook eten, Daf, Anton en de kleinkinderen. Dus dat was heel gezellig. En vandaag kapper, haak aan, brei mee. En vanavond naar een vriendin die helaas opgenomen is in een verzorgingshuis in verband met Alzheimer. Dus jongens, pluk de dag. Echt waar. Nou, helemaal weer netjes. En nu ga ik naar de Hetty ophalen voor de haak aanbrei mee. Ik zal er eerst even appen. Dat ik eraan. Nou, ja. Een mini en Maxi. Ja. Neem jij even door je knieën. Ik een beetje omhoog. Terug van de haak aanbrei mee. Ik had ook de andere trui Nicole meegenomen. Want Nicole was er ook. Dus we hebben even foto's genomen. En even een heel kort filmpje opgenomen. Maar zij is echt heel klein en ik ben natuurlijk een stuk langer. Dus dat was ook wel heel grappig en lachen. Dus ja, ik laat nog even een paar foto's zien hoe we erop stonden samen met allebei de truien Nicole aan. De trui heeft haar naam gekregen, want ze zag de trui, paste hem en zei, dit is mijn trui. Dus toen werd het trui Nicole vandaar. Maar nu ga ik even kijken of ik het patroon verder uit kan schrijven. Ik heb vanmiddag even tijd. Ik dacht dat ik deze week heel veel tijd zou hebben, maar... De week zit toch ook weer aardig vol. En allemaal ook wel weer fijne dingen en leuke dingen. Maar ja, de week is weer zo voorbij. Maar goed, ik ga mijn best doen. Meer kan ik niet doen. Op de haak aanbrei mee ben ik alvast verder gegaan met de grannies. Ik ben nu de mouw aan het maken, één mouw.
Dus die zit nu al bijna aan elkaar. Ik denk even, we zitten dan zo te kletsen dat we ook niet de ingewikkelde dingen met tellen moeten hebben. Want dat lukt mij dan niet. Het vest zelf schiet ook al op. Ik denk dat ik deze lengte hou. Er komen er nog 3 aan dan. 1 van de voorkant, 1 bovenop en 1 aan de achterkant. Dus ja, deze lengte vind ik eigenlijk wel mooi voor een vest. En dan een mouw, dus op zich schiet die al wel op. Kijk, dan ga ik kijken of het oranje puntje doet. Waar is het oranje puntje dan? Ik zie geen oranje puntje. Nou, dat weet ik ook niet, bij mij wel. Nou, liefde is? Stekenblind. Allebei? Naar de kapper. Naar de kapper, ja. Ja. Ik ben naar mijn Irakese vrienden geweest. En ik gewoon naar de vorige achterbuurvrouw. Goed, je ruikt wel lekker. Ja, altijd. Elke is hier net geweest en die heeft altijd, is een klein meisje, te lange broeken. Dus ik ben nu een spijkerbroek korter aan het maken. Ik heb een stuk tussenuit geknipt. De onderkant heb ik er afgeknipt. En die is, naai ik er nu weer op. Dan maak ik de zoom open en dan zoom ik hem om. Dus voor het eerst dat ik het zo doe. Maar ik zag het laatst bij iemand en toen dacht ik, dat is een goed idee. Dus ik ga het eens even kort te maken. Dit was ongeveer de lengte die Elke wilde hebben. Of in ieder geval tot daar moest ik hem afknippen. Dit er tussenuit geknipt. Dit is de onderkant. Die ga ik hier nu weer eraan zetten. Het makkelijke bij de Bernina is dat je je werkgedeelte kunt verkleinen. Dus je kan je broek hier helemaal omheen doen. En dat is makkelijker naaien. Dus ik maai hem nu gewoon helemaal rondom. Dan de naad van de onderkant open. Dus je, met een torenmesje haal je gewoon deze naad helemaal open. Ik heb nu de naad helemaal naar binnen geduwd, gestopt. En dan speld ik hem af met spelden. En dan naai ik hem opnieuw. Ik heb even de steken iets wijder gezet. Dat vind ik mooier voor een afwerking. En dit is dan het resultaat. De broekspijpen hebben nu gewoon weer een nette onderkant. Zometeen naar mijn moeder. Jens en Elke gaan ook mee. Die gaan vertellen dat er een babytje komt. Dus dat zij weer overgrootmoeder wordt. Dus ik dacht, neem nog een paar dahlia's mee uit de tuin. Ze zijn wel echt wel de laatste. Ze vallen nu heel erg uit. Maar goed, ze vindt ze mooi. Dus ik dacht, neem ze even mee. Jongens! Zeg, Sussie, jongens, wat wil jij nu drinken, lieverd? Thee. Thee? Thee, ja, dacht ik al. Jeetje, leuk jongens, zo wat leuk. Gefeliciteerd hoor. Jij ook hoor, jong. Dank u wel. Als ik met de andere twee babytruitjes niet verder kan, ben ik nog wel de groene cashmerino. En die vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Beetje grijs-groenig. En dan ben ik gisteren begonnen met tunisch haken. En dat is de knitting stitch. Dat lijkt heel erg op gebreid. Is wel een, je moet altijd wel zorgen dat je een haaknaald heel veel groter neemt. Dit is wol voor 3,5. En dit is een Tunische haaknaald van 5,5. Ik had eerst 5 hier in het begin. Vond ik toch te strak. Dus ik ben overgegaan naar 5,5. Maar het wordt een babyvestje. Heel schattig. Er komen nou zoveel baby's. Dus ik dacht, nou ja, als Elke het... Als het niet helemaal past, maar ze vindt deze kleur ook heel leuk, dat weet ik. Ben ik nu ook nog aan het doen. Er ook nog even lekker bij. Ik heb me niet opgetut vandaag, want ik ga heerlijk een hele dag met de vriendin in de sauna zitten. Dus ik ga zo lekker in mijn joggingpakkie naar de sauna rijden. En ik ga me niet optutten. Ik denk het heeft geen zin, want ik ga daarna gelijk weer onder de douche. Dus ik ga even zo de deur uit. Moet kunnen. Maar ik ga even heerlijk genieten en bijkletsen. Toen kwam DAF langs en we hebben even op de website zitten kijken. Want we hebben een nieuwe categorie. Ja, je kan nu voortaan via de website van mijn moeder de speldjes en haarbandjes van Zeeuws Dotje bestellen. DAF wilde even proberen hoe het zou gaan als je een webshop hebt. Want ja, het is via Instagram niet zo handig bestellen. Dus het is even een soort proef. Mocht het nou stormlopen, gaat ze vast haar eigen webshop beginnen. Maar nu voorlopig even bij Juf Sas ook speldjes van Zeeuws Dotje. Ja. Nou, heel de ochtend dus even zitten vogelen op de website. Was eventjes kijken van hoe doe je die categorieën nou? Hoe maak je nou dat niet alle speldjes en haakpatronen door elkaar staan? We zijn eruit gekomen.
De website ziet er dus nu een beetje anders uit. Toch wel fijn, hè, die meldingen op je telefoon. Ik dacht dus dat ik om 3 uur een ouderafspraak had. Was het om 2 uur? Dus ik heb gereisd naar school. We hebben 2 oudergesprekken gehad. Het was wel mijn vrije dag vandaag. Maar goed, af en toe moet je dat even doen. Maar de gesprekken zitten erop. En het is ook al 1 november. Dus ik ga eigenlijk mijn maandvlog een beetje afsluiten. Maar ik ga nog even de website laten zien met de speldjes. Mijn webshop is dus nu gewoon jufsas.com/shop. En dan hebben we hier een categorie haakpatronen en breipatronen gemaakt. Hier hebben we de haarspeldjes van Sio's Totje van DAF. En hier hebben we mijn boeken, alleen ophalen in Tolen en een leer en mijn labels. Nou, als je hier klikt, dan ga je naar de haak breipatronen van mij. Hier klikt, dan ga je naar de speldjes van Daphne. Ze heeft er inmiddels best wel al wat opgezet. En ze heeft tot maandag een leuke kortingscode van 10%. Kan je hem in 4 of 6 centimeter in winkelwagentje. De 4 centimeter is voor baby peuter, 6 centimeter is voor wat oudere kinderen. Nou, ik heb al wat in mijn winkelwagentje gelegd. Dan zie je, als je naar winkelwagentje gaat, de speldjes. Dan zie je de speldjes staan. Als je de webshop 10 hebt toegevoegd, dan zie je ook dat je de speldjes kunt ophalen in Tolen. Maar je kan ze ook laten bezorgen. En dan zie je hier het bedrag wat er af wordt gehaald. Je kan met PayPal betalen, maar je kan ook gewoon op afrekenen klikken. Dat is ook bij de haakpatronen zo. Gegevens allemaal hebt ingevuld, dan ga je op doorgaan. Ik wil hem afhalen of ik wil hem gewoon laten bezorgen. En dan ga je door en dan zie je dus dat je met allerlei manieren kunt betalen. Dus dat is even op doorklikken, op afrekenen klikken en dan kun je op allerlei manieren betalen. Inmiddels is het alweer 4 uur. Ik had gehoopt om al de vlog online te hebben, maar helaas, het is me nog niet gelukt. Dus ik ga nu heel snel mijn vlog afsluiten. Gebruik dus, als je leuke speldjes voor je dochter of je kleindochter of buurmeisje of zo wilt bestellen, mijn website met de spullen die Daphne maakt, zou ze heel leuk vinden om gewoon ook haar eigen handeltje een beetje te promoten. Gebruik dus de kortingscode webshop10. Dan krijg je 10% op je aangeschafte spullen bij Sio's Totje. Geldt niet voor mijn haakpatronen. Die blijven gewoon dezelfde prijs. Eind van de maand geef ik vaak ook nog eventjes mijn leestips nog even door. Ik heb De 7 Mannen van Evelyn Hugo uitgelezen. Hij staat in de online bibliotheek volgens mij als e-book en als luisterboek. Ik vond het een verrassend goed boek. Zit goed in elkaar. Ja, was een mooi verhaal. Dus dat vond ik echt wel een hele fijne. Ik ben nog steeds nu in het Weesmeisje bezig. Leest ook lekker. Dus die lees ik nu verder. Die staat niet in de online bibliotheek volgens mij. Dat is gewoon een boek die ik gekocht heb. Van een andere haakse kreeg ik de tip op Netflix, geloof ik. Ja, Liebeskind om te kijken. Dat hebben we gekeken. Ja, vond ik ook wel een goede serie. Duitse serie, was goed te volgen, goed, ja, beetje surrealistisch verhaal, maar was wel een goede serie. Ook de serie Wie is Erin Carter gekeken, beetje de vrouwelijke James Bond, een beetje soms ook niet realistisch, maar goed, dat hoeft ook allemaal altijd niet. Was wel echt zo'n powervrouw, was al 3 keer neergeschoten, stond ze toch nog op en kon ze toch nog van iedereen verslaan. Ja, soms vind ik dat altijd een beetje, dat ik denk, ja, hallo, dat was natuurlijk nooit gelukt. Maar ja, zij wel, Erin Carter, zat op zich wel leuk in elkaar. Dat was ook een leuke serie. Nou, oktober was een maand vol met vakanties. Mooi nieuws, babynieuws. Ik ben nog hard bezig de babytruitjes aan het afmaken natuurlijk. Dat ga ik volgende maand doen. Volgende maand ga ik jullie ook meenemen naar Amsterdam. Want er staat ook een uitstapje naar Amsterdam. Wat ik daar ga doen, dat vertel ik in mijn volgende vlog. Een soort cliffhanger, altijd spannend. En ik hoorde dat er in Berg op Zoom een prijsmapper is. In de Mediamarkt, vroegere Mediamarkt. Ben ik ook nog nooit geweest. Dus daar ga ik ook eens een keertje heen. We gaan volgende maand ook natuurlijk kerstballen uitzoeken bij de Intratuin. Doen we altijd elk jaar. Is een soort traditie geworden. Elk jaar naar de Intratuin in Halsteren. En dan kiezen we 2 of 3 nieuwe kerstballen uit voor de kerstboom. En daarna komen we er niet meer, want dan is het niet meer te doen rond kerst. In ieder geval in december is het niet meer te doen in Halsteren. Dan is het altijd zo druk, dus dat moet je altijd iets vroeger doen. Maar dan neem ik jullie ook mee in de vlog. Ook nog een tip. Zaterdag toen we bij mijn moeder waren, zijn de mannen naar de voetbal gegaan. En Jens en Elke hebben geshopt. En we kwamen bij De Zeeman en daar vond ik deze
borduurringen. Echt voor 3 borduurringen voor €2,99. Echt super, super mooie borduurringen. En in 3 verschillende maten. Ik vond het heel erg handig. Dus ik heb 2 sets meegenomen. En nou ja, ook nog even een tip van juf Sas. Mocht je borduren of puntje leuk vinden, dan kan je die vinden bij de Zeeman. Dit schattig babyvestje vonden we ook bij de Zeeman. Dus die heb ik meegenomen. Het is een maatje 50, maar hij valt wel vrij ruim. En die gebruik ik dus ook als maat om de andere vestjes, om mijn eigen vestjes te maken. Het vestje heeft inmiddels ook al 2 mouwtjes. Dus ja, de 2 mouwtjes zijn al klaar. Dit moet ik even op een gegeven moment gaan kijken wanneer ik ga splitsen. Maar dit is het eerste babyvestje. Deze ben ik aan het maken voor een kleindochter van vriendin. Dus ja, hier moet nog even, maar dan moet ik even wachten, want mijn wol is op. Hier zit een, hier komen straks de knoopjes aan, zo. Dan kan je in ieder geval goed over het hoofdje doen. Deze, hier komt nog een soort roesje. En hier ben ik al met 1 mouw bezig. Dus ja, dit is een soort top-down truitje. Dat haakt dan weer net even anders. En dit is ook een babytruitje, maar die valt eigenlijk weer te groot uit. Dus ja, ik moet even kijken wat ik daarmee doe. Die heb ik ook al, hier heb ik ook in ieder geval al de mouwen van. Het is wel een maatje groter zoals je ziet. Dus ja, dit, maar deze vind ik te wijd. Dus moet ik even kijken of ik hier nieuwe mouwen voor maak. En hem wel gewoon zo hou. Of gewoon hier deze uithaal en hierbij maak. Dus genoeg babyspulletjes om verder af te maken. De valreep, want hij kan nog mee. Maar ik vergeet bijna te melden dat ik op 18 november 2 workshops geef bij stoffen en stiksels. Eentje met het interlocking crochet. Dus dan leer je deze techniek. Het is geen mozaïek haken, maar het is eigenlijk ja, 2 haaksels in 1. Dus dat is bij stoffen en stiksels. En ik ga trui. Oeh, gooi ik hem in een cactus. En er staat een workshop van trui Elisa. Nou, die komt binnenkort uit, het patroon. Dus dat kan je ook boeken. Je kan de workshops boeken op de website van stoffen en stiksels. Wie weet zie ik je in Hoogerheide. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Het is 1 november, we gaan nu echt de herfst in. Geniet van het de herfstachtige weer, wat ook weer met zich meebrengt. De kaarsjes, tekentjes, toch wel een beetje het knussen. Ik maak me ook weer een beetje klaar voor Sinterklaas, voor school. Een tijd niet echt mee gevierd, maar goed, nu met de kinderen ga je daar wel weer in mee. En dat vind ik ook wel weer heel leuk. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie novembermaand. En tot gauw, tot juf Sas.